Kijk, ik heb er nu eentje, maar... Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Ik ben weer helemaal klaar met de voedselvergiftiging, letterlijk en figuurlijk. Dus tijd voor de antwoorden op de vragen die jullie stelden naar aanleiding van mijn Instagram foto. Ja, dat is, laten we beginnen. Als je nog 24 uur te leven had, wat zou je dan doen? In een zwembad vol met Tony Chocoloni springen, zwemmen, eten en dan met dat chocoladelichaam Leonardo DiCaprio bespringen. Maar dan wel Leonardo DiCaprio 10 jaar terug, zeg maar. Hey! Oh, en misschien ook nog wel iets met Max en familie en vrienden en een feestje of zo. Wil je kinderen? Hoezo? Wil je er vanaf? Ik ken nog wel wat mensen hoor. Hoe kom je aan een voedselvergiftiging? Nou, op de terugweg van Lissabon naar Schiphol was er eigenlijk alleen nog maar McDonald's en ik had super veel honger. Het was gelijk raak. Kortom, mensen die vragen of ik een keer een week op McDonald's wil leven als experiment, ga ik nog even over nadenken. Dat zal nog wel even duren. Wat vind je nou echt het allersmerigst? Oesters. Snap er helemaal niks van. Zoutsnot. Welk experiment zou je, als je zou hebben geweten welke gevolgen het zou hebben, niet nogmaals doen? Trouwen met Max? Hey! Wat staat er nog op je bucketlist? Nou, ik wil wel even van het leven proeven in LA. Spoiler alert, dat gaat misschien ook volgend jaar wel even gebeuren. Wat is je favoriete experiment die je ooit hebt gedaan? Ja, het zijn toch je kinderen, hè? Daar mag je eigenlijk geen onderscheid in maken. Maar, net als elke ouder, doe ik dat stiekem wel. En dus zou ik willen zeggen, een week op pizza leven. Oh, en als je nu geschokt bent over wat ik net zei, dan ben jij duidelijk niet de favoriet van je ouders. Anders had je het wel geweten. Chocola of YouTube? Moeilijk. Volgende vraag. Hoeveel repen chocola ligt er in jullie koelkast? Valt best mee. Wat heb je gestudeerd en hoe ben je bij Women's Health terechtgekomen? Leuke vraag, dat zal ik je vertellen. Storytime! Ik heb hoger hotelschool gestudeerd en het laatste jaar stage gelopen op de personeelszakenafdeling bij het College Hotel in Amsterdam. Het ging helemaal fout daar, ik stond er helemaal alleen voor. Lang verhaal, zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar dat was wel een van de moeilijkste, maar ook meest leerzame periodes uit mijn leven. Toen dacht ik, hé, ik moet toch iets creatievers gaan doen. Ik wilde gaan schrijven. Dus probeerde ik te solliciteren bij magazines, maar dat lukte natuurlijk helemaal niet met mijn ervaring. En kwam ik op de een of andere manier terecht bij een PR-bureau. Ik had toen een fulltime job en die heb ik ingeruild voor een stage bij SoPR, het mode PR-bureau waar ik toen aan de slag ging. Ik stapte dus over van een fulltime baan naar een stage, wat betekende dat ik geld moest lenen bij mijn ouders om rond te kunnen komen. Maar daar heb ik wel heel erg veel geleerd en later ook een baan gekregen in de mode PR. Toen ben ik nog overgestapt naar een ander PR-bureau. Ontzettend de hills allemaal. Vervolgens ben ik mijn eigen bedrijf gestart, waarbij ik mensen hielp met sollicitatiebrieven en cv's verbeteren. En daar gaf ik ook workshops in. Super tof. Totdat ik opeens een vacature zag bij Women's Health als freelance editor. En ik dacht, ja, waarom niet? Niet geschoten is altijd mis. Die heb ik gekregen en toen later ook gewoon een contract heb ik er fulltime gewerkt. En daarna, toen ik naar New York verhuisde, ben ik weer overgegaan op freelance werk. En dat doe ik nu nog steeds samen met heel veel YouTube. Dus dat, tadaa! Wat vind je de leukste emoji? Wil je nog meer huisdieren? Kijk, ik heb er nu eentje, maar... Maar dit is wel een beetje mijn droombeeld. Al zit ik daar nu wel een beetje aan te twijfelen. Heb je nog een challenge wat je heel graag zou willen doen, maar wat gewoon onmogelijk is? Dit gebeurt er als je op tour gaat met Michael Jackson. Of dit gebeurt er als je een gastrol hebt in Friends. Hey, I'm Marietje. Could I be eating any more kaas of vlees? Wil je terug naar New York? Ja, en ik ga ook volgende week een weekje. Ik ga vloggen en ik ga filmen met Rens Kroes, dus stay tuned. Als je één smaak chocola mocht kiezen wat je altijd zou moeten eten, wat zou er dan zijn? Ja, Tony, karamel, zeezout. Hoeveel paar schoenen heb je? 1. Ik hou niet van spullen voor mezelf kopen. En 2. Ik hou eigenlijk niet van schoenen om mijn voeten. Dus ik heb jarenlang op dit soort flappende flappetjes van H&M gelopen. Inmiddels ben ik overgestapt naar Converse's. Converse's? Converse's. Daar heb ik nu 4 paar van. En that's it eigenlijk. Ik heb echt veel minder schoenen dan Max sowieso. Aan welk tv-programma zou je mee willen doen? Ik dacht aan Expeditie Robinson, maar ik denk dat Max daar toch beter in is. Want ik kan totaal niet tegen honger lijden. En dan ga ik echt flauw vallen en trillen en...
Dus ik ga toch voor Wie is de Mol. Stel, je mag een eigen combinatie of smaak met Tony's verzinnen. Wat zou dat dan zijn? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Tony, bel me maar even. Hoe komt Max aan zo'n mooie onderkin? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat kun je in deze video zien. Of die bedoel ik. Die hier nu komt. Geen wimpers of geen wenkbrauwen. Dat gaan we eens even uitzoeken. Oké, zonder wenkbrauwen zie ik er echt uit als een zeehond. Dus we gaan voor geen wimpers. Zijn we aangekomen bij de laatste vraag, namelijk: wat is je favoriete muziek of nummer? Nou, dat vind ik echt heel erg moeilijk. Het verandert namelijk echt super vaak. Ik kan je trouwens wel mijn favoriete nummer voor tijdens de karaoke geven. En dat is... Don't leave me out in the way. Jongens, bedankt voor het kijken. Heb je nou nog vragen? Laat even een comment achter hieronder. Volg me natuurlijk op Instagram voor allemaal dingen die je niet wil missen. En ik zie je volgende week weer. Bye bye!